Fijn dat jullie er allemaal zijn. En fijn dat jullie allemaal zo mooi gestemd hebben. Ik ben daar heel erg trots op op de uitslag. Het geeft wel een enorm mandaat om te doen wat we moeten doen in de komende maanden. En dat is toch echt dit land weer op de rails zetten. Dat is toch echt het herstel van vertrouwen in elkaar. Eh, ook het herstel van vertrouwen in onszelf. Dat we in staat zijn om grote dingen te doen als we het maar samen doen. Ter stel van vertrouwen ook in een overheid die in de afgelopen jaren de mensen veel te veel heeft laten stikken. Een overheid die er moet zijn in een tijd van hele diepgaande maatschappelijke verandering. De wereld om ons heen verandert razendsnel en dat maakt heel veel mensen heel onzeker. En waar wij voor moeten zorgen is dat we de mensen het vertrouwen geven, dat we die veranderingen kunnen vormgeven, kunnen bijsturen waar nodig. Want als je terugkijkt in de menselijke geschiedenis. Dit is ook weer een industriële revolutie. En daarbovenop zijn we in een tijd geraakt waarin we door ons eigen handelen de overleving van onze eigen soort in gevaar brengen. Dat hoeft niet. Het kan ook anders. Maar het kan alleen maar anders als dat door de politiek wordt bijgestuurd. Iedere grote maatschappelijke verandering in de menselijke geschiedenis leidt tot ongelijkheid als die niet bijgestuurd wordt. En dat is nu niet anders dan in het verleden. Dus een overheid die moet nu bijsturen, die moet democratisch gelegitimeerd vormgeven aan deze verandering. Die moet ervoor zorgen dat er een herverdeling ontstaat op basis van solidariteit, waar iedereen in kan geloven, waar iedereen zich in herkent, waar niemand achtergelaten wordt, waar niemand door het ijs hoeft te zakken. En dat kan. Zeker in dit land dat zoveel potentie heeft, dat zoveel dingen in het verleden heeft opgelost die voor anderen onoplosbaar waren. Dat kan alleen. Als we het samen doen. En dat samen komt er alleen als we elkaar weer leren vertrouwen. Als we zeggen tegen iemand, zoals je met je kinderen doet, spring maar. Dat ze dan zo vertrouwen dat ze ook springen. Dat ze weten dat ze worden opgevangen. En zo die verhouding moeten we met elkaar weer zien te vinden in dit land. Waarbij we niemand, niemand mogen uitsluiten. Waarbij we iedereen de ruimte moeten geven om zichzelf te zijn. Waarbij het voor mij iets. Wat onze bewegingen tot stand hebben gebracht op het punt van persoonlijke vrijheden moeten beschermen, want het wordt aangevallen. In Nederland en elders. Waarbij ik ieder kind twee, één of twee liefhebbende ouders wens. Waarbij het me niet uitmaakt welk geslacht die ouders hebben. En dat moeten we verdedigen, want het wordt weer aangevallen, dit idee. Waarbij we weer helder moeten zijn over waar onze waarden liggen. Waarbij we elkaar ook aanspreken op ons gedrag. Als er een strijd is met die waarden, Waar we ervoor zorgen dat we in de samenleving weer naar elkaar kijken met vertrouwen en niet met wantrouwen. He, ik heb eerder gezegd, Nederland moet zijn swag weer terugkrijgen. Ik zei dat omdat ik het probeerde bij jongeren. Uh, met uh, Nederland moet zijn mojo weer terugkrijgen. Maar dat is kennelijk meer iets van mijn generatie en Austin Powers. Terwijl voor jongeren swag meer uh, betekent. Maar daar gaat het uiteindelijk om. Als je toch kijkt wat we in het verleden gepresteerd hebben. Toen ik net Kamerlid was, toen we inderdaad die wetgeving tot stand hebben gebracht. De openstelling van het burgerlijk huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht. Ook de wetgeving die we, de humane manier waarop we euthanasie hebben kunnen benaderen in die periode. Waarbij velen zeiden in Nederland, maar daarbuiten, oh, je maakt jezelf tot de risée van de wereld. Dit kan helemaal niet. En zie eens hoeveel navolging we hebben gekregen op dat punt in de jaren daarna. Zo'n Nederland wil ik weer. Een Nederland waar buitenland met bewondering naar kijkt. Waar ze zien, daar worden de oplossingen voor de klimaatproblemen verzonnen. Daar hebben ze ontdekt hoe je klimaatrechtvaardigheid invulling geeft. Daar laten ze zien dat ze niemand door het ijs laten zakken. Dat is het Nederland waar wij samen aan gaan werken. Dat kan met jullie steun. Dat kan als we nu snel het land ingaan, met zoveel mogelijk mensen praten, luisteren naar wat hun zorgen zijn. En dan werken aan antwoorden op die zorgen ervoor te zorgen dat mensen zich thuis voelen bij ons. Dat mensen zich thuis voelen in een beweging die bestaat uit twee partijen. Die één ding samen willen, namelijk het vertrouwen in onszelf en in dit land weer herstellen. Dank jullie wel.